Een hele goede morgen allemaal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en het is maandag 4 februari. En deze week wordt best wel een spannende week. Waaronder woensdag natuurlijk, want er gaat de ticketsverkoop in van Little Mix. Dus dan kunnen jullie zien of ik tickets heb kunnen bemachtigen voor die tour. Maar wat ik vandaag dus allemaal ga doen, laten we het eerst hebben over vandaag. Woensdag is woensdag en dat zien jullie ook gewoon in deze vlog, maar goed, maakt niet uit. Wat ik vandaag dus ga doen, is ik ga zo meteen eventjes naar de supermarkt om boodschappen te doen voor mijn moeder. En dan kom ik thuis en dan ga ik echt aan de vlog editen die jullie donderdag hebben kunnen zien. Maar eerst is het tijd om mezelf helemaal ready te maken voor... Oké, ik ben weer thuis. Het begon ineens keihard te regenen, dus ik heb niet zo erg meer gevlogd in de supermarkt. Maar ik ben weer terug en ik ga nu lekker beginnen aan de weekvlog van vorige week, donderdag. En dan ga ik nu even lekker naar boven lopen om even wat chill kleding aan te trekken. Want de outfit die ik nu aan heb, ja, die is leuk. Alleen ik ben, zoals je kan zien, ik weet niet of je het kan zien, maar ik ben wel helemaal doorweekt. Dus ik ga even andere kleding aan trekken en dan... spreek ik jullie zo weer. Oké, de vlog is af. Die staat nu hier te renderen. En ik ga nu lekker op de bank zitten. En lekker wat vlogjes kijken op mijn tv. Want daar heb ik zin in all the way up. Hi. Heerlijk op de bank. Wow, ik ben echt een beetje wit. Ik match bij de muur. Goedemorgen allemaal, het is vandaag dinsdag en het is nu 5 februari uit mijn hoofd. Ik ben al een tijdje wakker, het is nu 11 uur, ik heb me helemaal klaargemaakt. Want ik lag net in bed en toen had ik echt zoveel zin in pannenkoeken. Dus ik ga nu naar de Albert Heijn fietsen om ontbijt te halen. Dus ik denk dat het pannenkoeken gaan worden en een sapje of zo, want we hebben echt vrij weinig in huis. Dit is wat ik aan heb, deze trui van de H&M. Broek, H&M, Villa's, groene. Oké, ik ben weer thuis. Ik heb boodschapjes gedaan. En ik ga jullie laten zien wat ik heb gekocht. Ik heb dat in de vorige vlog ook al laten zien, zeg maar. Maar toen had ik andere boodschappen gedaan. Nu heb ik boodschappen gedaan voor ontbijt. En ik ga dat nu aan jullie laten zien. Eerst heb ik kaas uibrood gekocht. En die was 2 euro. Ik heb oliebollenmix gekocht voor 40 cent. Ik heb deze M&M's gehaald. Die zag ik in de vlog van Monica Geuze gisteren. Dus die heb ik ook even gehaald. Want kijk nou hoe cute. Dan heb ik... Hiervoor ging ik eigenlijk naar de supermarkt. American Pancakes mix. Daar had ik melk voor nodig. Daar had ik... Even kijken. Eieren voor nodig. Oh, hij staat niet scherp. Hij staat scherp op de rest. Eieren heb ik gekocht. Ik heb nog mijn koffie gehaald. De vanilla bean macchiato heb ik gekocht. En ik heb... Even kijken. Fruitmelk gekocht. En voor dit... Maar ik heb ook wel best wel wat merkproducten gekocht. Was ik maar liefst 12,04 euro kwijt. Aan het facetimen met Lois. En Lois doet haar make-up. Hoi.
ondertussen ben ik nog steeds de make-up tutorial aan het kijken van Lois. En ondertussen eet ik dit. M&M's. Met eggs. En ondertussen is er goede tijden, slechte tijden in real life op tv. Hey. In deze episode, goede tijden en slechte tijden, doet Lois haar make-up. Ja, terwijl er drama aan de hand is, doe ik mijn make-up. En ik ben aan het vloggen, kijk. Kijk, zo zit ik er dus bij. Oké, nou dan heb ik mijn foundation gedaan. En we gaan weer verder. We gaan door. Even resterende eraf halen. Oh, het ziet eruit. Ik ben afgehaakt. Oké, en Lois is klaar. Hey. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag woensdag 6 februari. En vandaag is de dag dat de kaartjes voor Little Mix in de verkoop gaan. Het is nu 9:10. Ik zit er al helemaal klaar voor. Kijk. En ik heb 2 kansen. Op mijn mobiel. Kijk. En op mijn laptop heb ik hem. Ik ben best wel een beetje gespannen of nerveus, omdat ik gewoon echt super graag naar Little Mix wil. En ondertussen zit ik ook in een WhatsApp groep met allemaal mixers, dus dat is ook wel heel gezellig. Donderdag, de laatste dag van deze vlog. Inmiddels is het alweer bijna 2:00. Ik heb ontbeten met hele lekkere pancakes die ik zelf had gemaakt. En nu heb ik me helemaal klaargemaakt en ga ik naar de supermarkt met mijn moeder. Het lijkt net alsof ik elke dag naar de supermarkt ga. Is ook zo. Maar ik bedoel, het moet toch, ja, je moet toch een beetje boodschappen in huis hebben. Dus ik ga zo meteen weg. Dit is wat ik draag. Dit shirt van Justin Bieber. En deze heb ik gekocht bij de H&M. Is ook van de H&M. En dan doe ik mijn Fila's aan of mijn Vans. En dat doe ik eigenlijk. En dan neem ik jullie mee. Let's go! We gaan het facetimen met Lois. Gezellig. Met haar ballertrui. En wij zijn letterlijk al 1.5 uur aan het telefoneren. En je haar zit zo on fleek. Wie heeft het gedaan? Fabiola heeft het gedaan. Ja, wat vind jij ervan? Van het hele discussiegedoe? Weet je wat het is? Ze zet zichzelf zo voor. Maar we hebben wel dat liedje in ons hoofd. Ja, ik zit al de hele dag Fabiola, ja, wat ben je aan het doen? Maar ik word echt... En je verdient je... Die shit, die wordt nu zo... booming gemaakt. Ja, kijk, aan de ene kant, het is wel echt fucking grappig. Maar ze zet zichzelf zo voor lul, want Vonneke die pakt haar... 20 keer harder terug. Omdat Vonneke die kan serieus. Ja. En die heeft ook letterlijk de bars van. Bam! Ik vind Vonneke ook echt een stuk leuker. Sorry. Dan komt Fabiola met haar. Je tieten zijn klein. Liposuctie. Bitch, wat de fuck is liposuctie? Dat weet ik ook niet. Ik zat te luisteren. Ik denk. Oké, als iemand weet wat liposuctie betekent, zet het AUB in de comment, want ik weet het niet. Of zoek het op even op Google. Wat betekent liposuctie? Kijk, weet je wat? Kijk, ik moet wel eerlijk zeggen. Ik vind het wel lef hebben dat ze het gewoon doet, snap je? Wie? Fabiola. Ja, maar ze hoeft niet met iedereen beef te zoeken, weet je? Ik vind, op een gegeven moment is het toch ook klaar? Ja. Maar hé, Lo, we genieten er wel van de beef. Ja, het is wel zo dat...
ze gaat er wel vol tegen in en ze doet het wel. Even, kijk, ik zou het niet doen. Ik zou het niet eens proberen, want dat gaat helemaal fout. Rap skills gaat fout. Maar voor de rest, ja, ze moet, ja, misschien moet ze ze allebei gewoon mee kappen. Niet, vond ik, moet gewoon blijven rappen, daar niet van. Ja, dat dus. Maar goed, wij gaan nog even... De Fano, dat is het beste ja. Ja, kijk allemaal even de livestream van de Fano en dat heet RTL Late Night on Instagram. Dus ga allemaal even volgen, de Fano.holwijn ofzo. Ik zet hem even hier en hieronder. Ik zet ook even gelijk de Instagram van Lois hier in beeld. Daar bij de... Nee, zo goed ben ik nog niet in editen. Oh. Maar goed, wij gaan nog even verder facetimen. En dan zie ik jullie zo meteen weer terug. Oké, dan was dit de vlog van deze week. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Doe de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren hier onder de video. Vergeet me ook zeker niet te volgen op social media. Instagram en Twitter en Snapchat. En dan mag je lieve Lois natuurlijk ook even lekker volgen op Just Be Lois. En dan zie ik jullie donderdag weer terug op mijn kanaal. En dat wordt echt een superleuke vlog. Want mijn mama is dan jarig. Dus dan ga ik jullie ook mee naartoe nemen. En natuurlijk, want hallo, is mijn moeder. En ja, ik neem jullie gewoon dan ook weer mee. Dus heel veel plezier nog vandaag wat je gaat doen. En dan zie ik jullie donderdag terug op mijn kanaal. Bye Felicia!